Ja, hier is Vissy weer en vandaag weer een nieuwe video hier op mijn kanaal. En zoals je kan zien zit ik hier lekker achter de webcam. Hè? Het is vandaag trouwens 1 september en lekker achter de webcam, lekker bijlullen natuurlijk, want geen gameplay in ieder geval op de achtergrond. Dat is helemaal niet belangrijk, want veel andere belangrijke dingen zijn er af en toe. En zoals deze video en ook leuke dingen namelijk. Zoals jullie weten hebben mijn ouders veel hondjes in ieder geval. We hebben iets van 15 of 20 hondjes. En ik zal er trouwens een link even naar onze dog vlog. Naar mijn dog vlog. Zal ik eventjes trouwens in de beschrijving zetten. Het is altijd leuk om die nog even terug te kijken. Als je die nog niet gezien hebt. Hè, je bent net abonnee en, dan, en je hebt die nog niet gezien. Dan zal ik die nog eventjes, dan kun je die in ieder geval even kijken. Nou is het zo, ja, mijn ouders, die fokken dus hondjes en chihuahuas. En zo af en toe komt er wel eens een hondje wat dan geherplaatst moet worden, zoals dat heet. Mensen kunnen er niet meer voor zorgen, ik zeg maar wat, ze verhuizen naar het buitenland of kinderen. Dan hebben ze liever niet dat die hondjes bij kinderen zijn. Al is het overigens heel goed om bij kinderen een hond of kat te hebben, hè? Dus, in verband met allergieën alleen al. Kinderen kunnen dan, zeg maar, al weerstand daarvoor maken, zeg maar. En dan komt het dus, afgelopen week kwam er dus een mevrouw en meneer, die wilden graag dat wij een hondje gingen herplaatsen. En die deden ze gewoon zomaar gewoon helemaal weg. Omdat ze gewoon niet meer voor konden zorgen. En ja, dan ga je eens een hondje kijken en denk je vanzelf, oh, wat een lieve hond, toch? Hey, je weet hoe het gaat, toch? Als je een hond kijkt, denk je, dat is leuk, dat wil ik ook hebben. En ja hoor, ik heb er één. Ik heb een echt super groot hond en hij is hartstikke woest en hartstikke gevaarlijk. Kijk maar. Ja, dit is dus, hallo, dit is dus Mr. Jingles. Mr. Jingles. En denken jullie misschien, Mr. Jingles, waar ken ik die naam nou ook weer van? Nou, misschien kennen de mensen de film The Green Mile. En daar had je zo'n muisje. En die werd overigens eerst vermoord, zeg maar, doodgetrapt. En later kwam hij weer tot leven. En die heette Mr. Jingles. En hier hebben we dus Mr. Jingles. En Mr. Jingles, die is anderhalf jaar oud. En geboren in vorig jaar maart. Hè? En een mannetje, ja. En in ieder geval gecastreerd, zou ik het zo zeggen. Dat is ook altijd wel fijn natuurlijk, hè, dat je dat niet meer hoeft te doen. En netjes inentingen gehad. En dit is dus mijn hondje geworden. Ja. En ja. En dan kunnen we lekker met elkaar lekker af en toe lekker, tenminste af en toe, lekker uitlaten. We hebben een hele grote tuin, dus die hond loopt eigenlijk altijd vrij. Maar lekker af en toe uitlaten. En wat nog meer, nou, even lekker meenemen. Tenminste, als ik naar het huis ga, dan gaat hij natuurlijk ook mee. Dat is hartstikke gezellig. En ik vind het altijd wel leuk natuurlijk om een dier bij je te hebben. Ik had vroeger een hondje, Carly. En helaas, vorig jaar iemand moeten laten slapen. Ik was 16 jaar. Maar toch, ik ben er wel blij mee. Hé? Nou ga ik lekker voor je zorgen, ja. Ja. Krijg je lekker eten, ja toch? Hé, want hij is een beetje aan de dunne kant. Hij moet er even iets steviger zijn. Want hij weegt 1,5 kilo. Dat is hartstikke zwaar natuurlijk. Ja, ja. Nee hoor, hij moet echt iets 2 kilo gaan wegen. Maar, ik weet niet. Ik heb echt, we lijken al een beetje op elkaar, toch? Denk ik? Ik denk dat we een beetje op elkaar lijken, hè? Ja. Ja. Oh. Zeg maar even gedag. Bye bye. Zeg maar ook duimpje omhoog. Ja, je kan niet, voetje omhoog. Voetje omhoog. Ja toch? Voetje omhoog, hè? Oké. Nou, ik hoop dat jullie het in ieder geval leuk vinden. En laat even achter trouwens bij de comments als je zelf ook dieren hebt natuurlijk. Ja toch? Altijd leuk om te zien. En twitter misschien je foto naar me toe. Met je hond of kat of schildpad of kanarie. Weet ik wel wat je hebt. Hè? Oké. Nou, dankjewel voor het kijken, tot de volgende keer. Bye bye.